Nou, toch iets meer spanning richting die Limburgse derby die eraan staat te komen? Ja, gezonde spanning misschien, maar dus één van de 34 en er zijn 3 punten te verkrijgen. Maar dit is wel een wedstrijd natuurlijk die je zeker wil winnen, de supporters ook. Dus zeker een belangrijke, maar extra spanning wil ik er niet op leggen. Want we moeten gewoon ons ding doen en dan 3 punten pakken. Maar misschien dan extra spanning omdat er al lang geen punten meer gepakt zijn? Nou ja, ik denk dat we de laatste weken beter spel hebben laten zien. Dus het vertrouwen is er wel. Die spanning die leggen jullie er misschien al, maar wij zelf niet. Ja, toch derbytijd. Jij bent bekend in Sittard en als Venlonaar hier natuurlijk. Je zei het net al een klein beetje, maar in hoeverre speelt dat nou toch, dat derbygevoel? Ja, voor mij is het wel een speciale wedstrijd natuurlijk. Ik heb 5 dagen voetbal een mooie tijd gehad en om dan terug te keren daar. Dus voor mij geeft dat natuurlijk wel een speciaal gevoel. Maar ik denk dat de meeste jongens in het team dat gevoel niet hebben. Natuurlijk, het blijft een derby en dat leeft bij de supporters natuurlijk enorm. Dus dat zou een extra motivatie zijn. Maar ik denk dat vooral voor mij die wedstrijd speciaal is. Meer dan voor de andere jongens, denk ik. Toch even een kleine voorspelling voor dit weekend? Dan zeg ik 0-2. Doelpunten van? Roel Jansen. 2 keer, nee. Dan zeg ik dat Peter van Ooyen gaat scoren. En ik weet de opstelling nog niet, dus zeg ik 2 keer Peter van Ooyen.